Soms leek de vader streng, omdat hij bezuinigt, maar dat doet een goede vader altijd, omdat hij van zijn kinderen houdt. Een goede vader herstelt zijn huis en bezorgt de kinderen een goede toekomst. Daarom vraagt de vader deze regering, ik begrip aan de kinderen voor zijn goedbedoelde strengheid, maar garandeert wel een goede toekomst door met ontwikkeling en straks ook met de olie- en gasinkomens de kinderen, het volk van Suriname, naar welvaart te leiden.